stel uzelf voor in exact 30 seconden. Hallo, mijn naam is Maarten van der Stichelen en ik woon met mijn vriendin Evelien in Kortrijk. Daar werk ik ook voor burgemeester Vincent van Quickenborne als adviseur en als speechwriter. Ik ben ook voorzitter van Open VLD Kortrijk. Ik ben voorzitter geweest van Jong VLD West-Vlaanderen. En nu heb ik de kans gekregen om een keer uit de spotlights te komen en als eerste opvolger te staan op de lijst van Bart Tomlijn voor het Vlaams parlement. Waarom stapt u in de politieke strijd? Eigenlijk stap ik er nu niet echt in. Ik ben er al 7 jaar in bezig, maar dan achter de schermen. Ik werk als adviseur voor Vincent van Quickenborne. En ik ben ook voorzitter van Open VLD Kortrijk. Ik werk al een tijdje in de politiek en eigenlijk meestal achter de schermen als speechwriter, als adviseur. En nu is de eerste verkiezing dat ik zelf een keer in de spotlight sta. Welke quote heeft u gekozen? Dat was een moeilijke. Ik heb de keer zitten zoeken naar een quote met wat betekenis, want in de politiek wordt er al te vaak met quotes gesmeten. Dat maakt iets een boodschap sexier, aantrekkelijker, terwijl dat de meeste boodschappen die gebracht worden in uw parlement zijn nog sexy, nog eenvoudig. Maar een mooie quote die ik altijd onthouden heb, is een Franse quote. Ik zal u de vertaling geven, dat is van Montalbert. Dat is een Frans vertegenwoordiger rond de jaren 1850. En hij zei, vrij vertaald, het is oké als de politiek u niet boeit, maar houd er rekening mee dat de politiek zich wel bezighoudt met u, zelfs al houdt jij u er niet mee bezig. En dat is mij altijd bijgebleven, omdat ik merk, zeker de dag van vandaag, dat er onder mijn vrienden en kennissen heel veel mensen zijn die politiek zien als iets saais, als de pagina's dat ze links laten liggen in de krant. Als zoiets van, ja, het zijn allemaal dezelfde en het zou makkelijk opgelost kunnen worden. Maar van zodra dat je er wat meer in verdiept, merk je dat het geen eenvoudige problemen zijn. Merk je dat er geen eenvoudige oplossingen zijn ook en dat er een debat nodig is. En het zou voor iedereen, of het zou denk ik een goede zaak zijn, moest er wat meer actieve betrokkenheid zijn van iedereen bij toch een aantal heel grote thema's die de toekomst van ons allemaal aanbelangen. En er staan er heel wat ons te wachten. Maar daar komen we nog toe. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik moet zeggen, ik heb niet echt een held in de politiek. Er zijn wel mensen waar ik heel veel respect voor heb. Ik denk dat iedereen die hier zit binnen zijn eigen partij wel iemand kan aanwijzen, omdat het daar de beste band mee is. Bij mij is dat Vincent van Quickenborne. Dat is voor wie dat ik werk. En dat is iemand waarvan dat ik zeg, onze meningen verschillen ook nog heel vaak. En kunnen wij soms ruzie hebben ook. Maar dat is iemand met zo'n drive voor Kortrijk en zo'n verstand dat je het er bewondering voor dat zijn mensen die dingen in gang zetten, die dingen veranderen. En vriend en vijand is het erover eens, denk ik, dat Vincent Kortrijk, nee, Vincent weg uit Kortrijk. En dat gaat een paar versnellingen omlaag. En het zijn zo mensen die binnen een domein of die binnen de ideologie ervoor gaan en hun eigen verhaal brengen, waar ik heel veel respect voor heb. En Bart De Wever is dat bij N-VA. Het is vaak dat die mensen op tv hoort en dat hij zegt van verdomme, daar heeft die mensen echt een punt en hij legt het goed uit. En hij durft ook tegen zijn eigen mensen ingaan of tegen zijn eigen partijlijn ingaan. Hij zegt echt wat dat hij denkt. Bij de socialisten heb ik dat gevoel altijd gehad binnen Frank van den Broeke. Dat was iemand die heel beredeneerd kon zeggen van kijk, daar ben ik het nu echt niet mee eens, los van wat al de rest van mijn partij zegt. Ik heb dat bekeken, ik heb dat bestudeerd, dat zit zo in elkaar. Voor mij zit dat eerder zo en ik ga daarvoor. Daar heb ik heel veel respect voor in de politiek. En als ik ooit hier zou geraken, dan hoop ik dat ergens op een of andere manier op dezelfde wijze uw ding kunt doen. En voor uw eigen principes blijven staan. Wat zijn uw politieke interesses?
Mijn interesses zijn eigenlijk zeer breed. Politiek gaat over alles, over alle domeinen. We zijn ook wat bezig met debatten te doen bij ons in West-Vlaanderen. En dat maakt dat je plotseling over dingen moet beginnen bijstuderen. Van dat je zegt van eigenlijk volg ik dat niet zo goed of ken ik dat niet zo goed. Maar dat is altijd interessant. De onderwijshervorming. 2 maanden geleden kende ik daar vrij weinig van. Ik heb daar nu wel in verdiept. Ik heb zelfs gisteren nog een boek gekocht. Ik ga van de namiddag naar een studiedag in Leuven over de vrijheid van onderwijs. Dat is tof dat je in dingen waar je niet zoveel van kent, dat je verder kunt verdiepen. En dus om te zeggen van echte interesses, ieder domein heeft zijn uitdagingen. Als er een paar dingen zijn waarvan je mij vraagt van waar wilden we meer op inzetten of wat ligt er u het nauwst aan het hart, dan kijk ik, een van de dingen waar ik altijd aan denk is digitalisering binnen onze overheid. Dat ik verschiet daar nog altijd enorm van hoe dat politie en justitie nog met faxen kan werken. Hoe dat we nog totaal zoveel jaar na datum. Ik heb een iPhone van editie zoveel. En wij staan nog altijd achter in ons overheidsapparaat in het bouwen van een performant digitaal systeem, in het uitwisselen van informatie, in databanken die op een correcte manier gescheiden zijn, maar wel te raadplegen zijn. En een klein landje zoals Estland steekt ons daar allemaal naar de kroon. En wij modderen maar aan. In feite zou er meer dan gewoon een portefeuille, bijna een IT-dienst van de overheid moeten zijn die continu hele dagen alleen maar processen schrijft en alleen maar programma's schrijft om dat allemaal vlotter te laten verlopen. Ik denk dat we er enorm veel geld missen. En een andere die mij nu aan het hart ligt, wat ik nu ook wat tijdens de verkiezingen wat aan wil werken, dat is meer gericht op jongeren. Hè. Ik had het daar straks er al over. Ik denk dat de grootste uitdagingen dat we nu voorstaan, is dat er een hoop facturen op ons afkomen. Hè. Door de vergrijzing wordt uw bevolking al maar ouder. Dat is een goede zaak. Hè. En ze blijft ook langer gezond en actief, dat is ook een goede zaak, maar dat zorgt voor een stijgende kost binnen je gezondheidszorg. Dat zorgt voor een stijgende kost binnen je zorg, binnen je pensioenen. En dat zijn allemaal facturen die vandaag niet kunnen betaald worden nu, die nog zullen stijgen in de toekomst. En die zullen moeten gedragen worden door de jongeren die nu aan het studeren zijn voor hun job. En die beroepsbevolking wordt kleiner en die groep waarvoor dat er betaald moet worden, wordt groter. En we zitten nu al met een hoop schulden. Hij merkt dat een debat is dat zo moeilijk gevoerd wordt. Onze begroting is niet in evenwicht. We hebben nog altijd een gigantische staatsschuld. We blijven maar geld uitgeven dat we eigenlijk niet hebben. En iedereen komt met wilde plannen. En uiteindelijk gaat het op de kap komen van de jongeren. Of van de mensen die de komende 20, 30, 40 jaar aan de slag moeten en gaan moeten werken om die al maar stijgende facturen te blijven betalen en te betalen voor diensten die wij nu consumeren, gaan zij eerst moeten betalen voor wat wij nu aan het doen zijn, dan voor wat zij aan het doen zijn en dan pas gaat er ruimte zijn voor iets anders. Dan vind ik dat de stem van jongeren veel te weinig wordt gehoord en dat iedereen hier maar veel te veel focust op wat kunnen we nu iedereen gelukkig maken met de begroting die in evenwicht is. Maar we trekken ons niet aan van de toekomst. Dezelfde debatten heb je in pensioen en heb je in klimaat. Hey, natuurlijk is dat belangrijk. Alle jongeren vinden dat er klimaatmaatregelen moeten genomen worden. Alle jongeren vinden dat zeker belangrijke thema's zijn waar we nu aan moeten werken. Maar je mag toch niet ongebreideld zeggen van we gaan daar nu meer geld voor lenen. We gaan dat nu meer ongebreideld afschuiven op volgende generaties. Zorg ik eerst keer voor dat uw financiën in orde zijn, like in Nederland, waar ze een overschot hebben. En dan kunnen we met uw overschot al die problemen aanpakken. Wat kan er anders en beter in de politiek? Een van de thema's die vandaag ook op tafel liggen is, moeten we weer naar een staatshervorming? Moeten we ons land en onze overheden opnieuw herschikken? En ik vind dat een terechte vraag. Ik vind niet dat je moet zeggen van nee, laat dat maar met rust. We hebben hervorming achter de rug, laat dat allemaal maar wat bezinken. Als je kijkt naar ons staatsbestel, we hebben te veel overheden, we hebben te veel parlementen. Spijt mij, we hebben te veel parlementsleden, we hebben te veel ministers, we hebben te veel van alles. We hebben veel te veel kleine gemeentes.
En bij West-Vlaanderen, gemeentes waar dat er 1000 man of 3000 man in zit, dat heeft allemaal een gemeenteraad en een burgemeester die vrij weinig kunnen doen met de middelen die ze maar hebben. Allee, ons systeem kan beter. Het dateert nog van een tijd dat iedereen met pen en papier schrijft. Dat is een goed recht, maar je moet durven meegaan met je tijd. En we durven daar te weinig stappen in nemen, omdat je ziet de versplintering van je politiek landschap. Er zijn geen grote partijen meer zoals vroeger, we worden allemaal kleinere partijen. En niemand heeft nog de moed of de kracht om te zeggen van we gaan nu een keer het risico nemen om drastisch te hervormen. N-VA wil die stap wel nemen, maar je merkt dat zij ook maar gewoon een idee aanleveren en geen plan van zo gaan we het doen. En het is niet iets waar je kunt mee experimenteren naar wel. Hè. Onze overheid moet veel eenvoudiger. We moeten naar eens kijken met experts hoe dat we dat kunnen gaan vereenvoudigen, hoe dat we die processen kunnen digitaliseren, zodat dat kan vereenvoudigen. En op termijn ja, moeten we dat eventueel overlaten aan een commissie van experts en professoren en vragen, gast, maak een keer, schrijf een keer een neutraal plan uit van hoe dat ons bestel eenvoudiger kan. En dan kunnen we daar een politieke discussie over houden van dat willen we wel, dat willen we niet. Maar dat er toch eindelijk een plan op tafel ligt, dat je zegt van kijk, dat kunnen we uitrollen. Dat is erover eens, dat zijn neutrale principes, dat is gebaseerd op cijfers. Iedereen kan zich daarin vinden en dan de politieke discussie. Maar dan is er tenminste iets om over te discussiëren en zeg in ieder geval, geef ons een vrijkaart. En we hertekenen het landschap, want dat is nog nooit goed gekomen, denk ik. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb iets meegebracht dat eigenlijk in de zak zit van de meeste mensen, of toch in de buurt ligt van de meeste mensen, mag ik hopen. En dat is een eurostuk. Het was niet omdat ik niks gevonden heb thuis en dat ik snel nog iets heb moeten bedenken. Ik heb er even over nagedacht en het is een eurostuk geworden. Even moeten zoeken naar een Belgische ook. Het zijn veel Duitsen tussen thuis. Maar ik heb gekozen voor een euro, omdat, we hebben het er al over gehad, dat ik vind dat er komen enorme facturen op ons af in de komende jaren. Vanuit de vergrijzing. Een grotere bevolkingsgroep die ouder wordt en die meer zorg zal nodig hebben, die meer gezondheid zal consumeren, die langer van een pensioen zullen genieten. En dat is goed, we vinden dat tof. Als ik kijk naar mijn grootouders, dan is dat een heel ander beeld van grootouders van vroeger die wegkwijnen in een rusthuis of in de zetel thuis. Dat zijn veel actievere mensen en ik ben ervan overtuigd dat mijn ouders en hopelijk ik ook veel actievere ouderen zullen zijn omdat we het kunnen zijn. Maar daar staat een grote factuur tegenover. En ik vind dat we nog veel te weinig ons bewust zijn van het feit dat de kosten groter worden en dat de inkomsten momenteel niet groter worden. De verkiezing vandaag die gaat grotendeels over grote plannen die iedereen heeft. De Groenen die willen een uitgebreid klimaatplan. Er staan heel veel mooie dingen in. De SPA die wil volop gaan voor die sociale zekerheid, die wil kortere loopbanen en een groter pensioen. Dat is een heel mooie gedachte. We zijn daar ook voor. Maar de N-VA wilde een serieuze staatshervorming. CD&V wilde een beetje van alles. Maar niemand spreekt over de factuur, niemand spreekt over hoe gaan we het betalen. Eigenlijk zouden politieke partijen standaard bij iedere belofte verplicht moeten worden om te zeggen van leg ernaast in wiens zak dat je gaat zitten, of hoe dat je gaat betalen, of waar dat je aan denkt. Is dat een moeilijker discussie? Ja, maar het is wel eerlijker om te zeggen van kijk, daar gaan we het gaan en daar gaan we het uitgeven. En de dag van vandaag hebben we de indruk dat dat veel te weinig gebeurt, ook in het parlement. Zeker in verkiezingstijd. Iedereen komt met goede ideeën en dat is tof, maar je moet ook de financiën vinden. En onze begroting is niet in evenwicht. We hebben nog altijd een enorme staatsschuld. Dat zijn allemaal kosten die ook zullen moeten gedragen worden door de mensen in de komende jaren, voordat zij kunnen betalen aan de diensten die zij gaan consumeren. En dat is niet oké. Dat vind ik niet oké. En ik hoop, als ik ooit hier zou geraken, dan ga ik mij in ieder geval inzetten om iedere euro 2 of zelfs 3 keer rond te draaien voordat we ze uitgeven. Ik denk dat dat goed bestuur is. Ik doe dat thuis, waarschijnlijk doen jullie dat thuis ook. Ze mogen dat hier ook doen.